De Parijse modeontwerper Jacques Heim presenteerde in het Victoria Hotel in Amsterdam zijn wintercollectie, die onder meer een bruidskleed bevat dat verfijnderd is van satijn en chantilly kant. Heim viel dit jaar op door het schitterende toilet dat hij ontwierp voor prinses Maria Theresia van Württemberg, de bruid van prins Henri de France. Ook Heim wil dat de vrouw in het komend seizoen de rok onder de knie heeft. Vlak onder de knie dan. Met voorbijzien van de winterse koude. Even kort als de rok is het jasje van de tailleur Genève, die van tweed werd gemaakt. Bijzondere aandacht kreeg een ander mantelkostuum, vooral door de stof waarvan het werd vervaardigd. Zwart fluweel met witte strepen van satijn. De mantelpakjes hebben ofwel een bijzonder kort ofwel een heel lang jasje, zoals bijvoorbeeld deze cocktail tailleur. Talrijke modelievende toeschouwers keken geboeid naar de avondtoiletten die tijdens de show getoond werden. Daartoe behoorde het exotische gala-ensemble Istanbul, bestaande uit een elegante fluwelen mantel met een kraag van kostbare links en een zijden japon. De voorkeur van een in de zaal aanwezige modetekenares ging echter uit naar Parijs, een vorstelijk satijnen avondtoilet met bloemmotieven, dat van voren zeer gekleed is en van achteren zeer ontkleed. Met deze show, zijn eerste in Nederland, bevestigde Jacques Heim dat hij een creatief modekunstenaar is, wiens ontwerpen de schoonheid van de vrouw verhogen.